natuurlijk ben gevraagd. Nou, er staan allemaal leuke mannen in. Ja. Mannen die we ook op straat hebben gefotografeerd. Ja. Waarvan wij bijna niet weten hoe ze heten. Bekende mannen, mannen die al dood zijn. Er staat van alles in. Maar zijn er mannen die zich beklaagd hebben dat ze er niet in staan? Ik heb al wel een paar boodschappen gekregen. Ja. Waarom sta ik er niet in? Ja zeker. En waar? Het kan veel erger worden. Wat zeg je? Geinig trouwens, mag ik daar nog iets over zeggen? Ja? Dat wij natuurlijk mensen zomaar op straat aanspraken, mannen. Om te vragen of ze voor ons wilden poseren. En wat ons heel opviel was dat... er totaal geen ijdelheid, of tenminste, ja, ook er wel ijdelheid was bij die mannen. Ze vonden het totaal geen probleem. Ze wilden allemaal meteen zonder... make-up. Nee, maar stilisten. Ook niet zonder terug te kijken of zo, wilden ze op die foto. Ja. Geinig. Dus dat is iets wat je aan de man verrast heeft, begrijp ik dus. Dat hij eigenlijk... Ja, heel ijdel ook. Ja. Heel wel ijdel. Nee, ja, of weer niet. Nou, ik vond het onijdel, denk ik dan. We hebben vaak ook mensen aangezien die zeiden, ja, is goed, ja. En meteen hun haar goed doen en hop. Wat zijn de drie dingen die... Jij staat er ook in, hè? Ja, maar ik heb mijn foto wel veranderd. Ik heb een andere foto gezet. Ja, Hans wilde wel, een ander, die vond hij niet goed genoeg, lalala. Nou ja. Maar heel diva achter. Luister, en wat zijn de drie dingen, bijvoorbeeld, waar de eerste drie dingen die je te binnen schieten, waar een leuke man aan moet voldoen? Ja, dat is toch gewoon een leuke vraag? Ik ben benieuwd. Nou, wat dacht je van? Hij moet intelligent zijn, hij moet sterk zijn, hij moet grappig zijn, hij moet ook heel lief zijn. En hij moet ook doen wat ik zeg natuurlijk. Ja. En voor jou, Caries? Ja, dat geldt natuurlijk voor mij, dat doen wat ik zeg. Super leuk op zijn tijd. Maar ik vind grappig nogal belangrijk. Ja. En iemand die geïnteresseerd is, vind ik ook belangrijk. Goed.